geschreven. Lino Heskes. Deze sociale huurfirma Pleumeneer Bouw met Trespa en Ornimat, want zo heet het officieel, is je een dor in het oog, kan je gestolen worden en daar heb je een idee voor ontpopseld. Dus vraag ik me in gemoede af, wat dacht je en had je wat? Ja, je neemt de woorden uit de mond. Ik heb er inderdaad een plan voor ontwikkeld. Het wijkt erg sterk af van het straatbeeld. Dus ja, op het moment dat het dan toch zo afwijkt van het straatbeeld, het moet laten we er dan iets kijken. Moois van maken. Het is een soort van isolatiemateriaal. Er zit zelfs nog asbest in. En dat mag wat voor jou betreft met deze Meccano-bouw in overdrachtelijke zin worden weggehaald en dat moet vervangen door kunstzinniger materiaal. Ja, qua vorm en ruimte en kleur valt er natuurlijk absoluut iets te verbeteren. Hoe weten we nog niet precies, dat hangt dus helemaal af van wat uit de wijk ook gaat komen qua, nou ja. Daar zoeken jullie ook kunstenmakers, potsenbakkers voor en via is daar Centrum geld Beelden al Kunsten, voor ja. Gefourneerd? Heb je daar van Centrum Beeldende Kunst eventueel al subsidietepeling voor beter te verkrijgen? Ik heb een subsidie ontvangen, nu vanuit CityLab 010. Daarmee kunnen we nu een heleboel dingen gaan onderzoeken en kunnen we kunstenaars inderdaad vragen om een schetsen te maken en om dan uiteindelijk tot een definitief ontwerp te gaan komen. En het idee is natuurlijk wel om de omwonenden ook te betrekken, zodat het ook aftrek vindt bij de omgeving. Want de omgeving moet het natuurlijk ook dragen en leuk vinden. En hoeveel van dit soort afzichtelijke panden heb je op de korrel? In het oude Noorden? Voor nu aankomend half jaar, drie kwart jaar, 2. En in Rotterdam? Voor in heel Rotterdam. Ja, dat is ontelbaar, denk ik. Ik denk misschien wel 100 panden die op de die geïnventariseerd zouden kunnen worden. Je kostje is gekocht. Als ja. Het zou heel leuk zijn als deze pilot heel succesvol kan zijn en dat we het kunnen opschalen en dat we gewoon buiten Oude Noord, of ja, dat we gewoon in het Oude Noorden al die panden die op de planning staan kunnen doen, zowel bij havensteden als bij andere corporaties. Eén heel belangrijk groot pand, nu we het er toch over hebben, is die ene op het Wenapad. Naast het groothandelsgebouw, je komt eigenlijk als je met de trein komt vanuit Amsterdam, is dat eigenlijk het eerste wat je tegenkomt als je voor Rotterdam bent. Oefenlijk. Ja, dat mag, die zou ik zo graag willen doen. Die is van stad wonen, woonstad. En die helpt onze Revelino Heskes in ieder geval een beetje door de zomer en de winter. Maar hiervan dit Trespa, oftewel zet met hem die Orny Schaakmat. Even kort samengevat. Ja, wat kan ik er aan toevoegen? Laten we het hier bij jou. Daar hou ik u niet op en dat doe ik mezelf ook niet. Dankjewel, Jack. Sterk in de strijd. Met de nodige ijver en vlijt. Kunstenaars gezocht die dit heerschap van de ellende gaat bevrijden.